Hallo en welkom allemaal op mijn YouTube kanaal en op het YouTube kanaal van Script Delight. Ik heb vandaag een kijkje in een Traveler Notebook. En dit is het Traveler Notebook van Prima Marketing. En deze heet de Nomad Starter Set. En deze is gereleased op de beurs in januari in Phoenix. En daar was ik. En ik vond deze Traveler Notebook met kop en schouders boven de rest uitsteken. Hoe die voelt en hoe die eruit ziet, wilde ik deze absoluut hebben. Dus ik was heel blij dat ik hem, inmiddels al een tijdje in mijn bezit heb. En ik wilde hem met jullie doornemen. Ik heb er een refill bij besteld. Die zal ik zo meteen met jullie doornemen. Dit is hoe je hem krijgt. Er zit een mooi labeltje aan en een prima Traveler Journal. Er zit een elastiek, zit die vast. Dan maak je hem open. En dan zit er aan de binnenkant, dit is wat er al in zit. Heb ik dat goed? Ik heb er één vulling in bij gedaan. De binnenkant heeft hier twee pockets. En die zijn echt, ik weet niet of je het kunt zien. Aan de binnenkant ook dat mooie leer. Is wel beplakt volgens mij. Maar het is in ieder geval vrij zacht aan de binnenkant. Het zijn twee pockets. En dit zijn twee, denk ik, hele lange pockets. Ik ga even kijken door er een penseel in te steken. Ja, dus je kunt pennen, penselen, dat soort dingen, kun je erin meenemen. Een penloop. En dan zit hier één elastiek. Daar zit dit boekje in. En dit is het boekje wat erin zit. En het is vrij glad papier. Een beetje crèmekleurig. Niet heel wit, dit is wit. En dit is het papiertje, maar het is dus wel veel witter van kleur als bijvoorbeeld de inserts van Midori zelf of van bijvoorbeeld Webster Pages. Daar is deze is er veel witter voor. De voorkant vind ik een beetje saai grijs, maar heel glad. Maar wel dus heel erg leuk om te beplakken met eventueel stickers. Dan zit hier nog een elastiek met een mooi goud afgewerkt detail, dus daar zit hij aan vast. En dan zie je hier ook meteen het elastiekje waarmee deze vast zit. En dan zou je hem eventueel ook mee uit kunnen halen als je er nog een charm of iets anders aan toe wilt voegen. Deze insert heb ik erbij gekocht met streepjes. Dat is eigenlijk de binnenkant is dezelfde indeling als deze. En dan zit er deze zwarte bij. De voorkant is vrij ruw. En de binnenkant is ook effen met ook een elastiek. Dus er zit in totaal 3, 4 elastieken zitten erin. En je hebt best wel een brede rug waar dat in past. Dus ik heb hier nog één Traveler Notebook. En dit is de craft paper. Dus deze heeft aan de binnenkant kraftpapier. Was ik heel benieuwd naar. Hij is gladder als ik had verwacht. Ik had verwacht dat het wat ruwer kraftpapier zou zijn. Maar dat is het niet. Maar ik vind het wel leuk qua afwisseling dat het weer eens wat anders is. Dus deze die plaats ik er ook tussen. En dan zie je dat hij echt gewoon prima 4 boekjes aan kan. En dat, dat er echt toch lekker ruimte voor is. De achterkant heeft trouwens 2 zichtbare elastieken. En dat komt natuurlijk omdat er 4 elastieken aan de binnenkant zitten. De achterkant heeft hier een vrij grote flap. Die kan niet open. Maar het is wel een mooie leren achterkant. En dit is een etui. Dus dat maakt hem anders dan anderen. Want het is een vrij grote, mooie etui. Ik ga hem gebruiken voor mijn dagelijks gebruik. Ik denk dat ik er ook een etuietje of een portemonnee van maak. Of in ieder geval, hij komt in mijn tas voor dagelijkse dingen. En ook voor agenda en dat soort dingen. Dus dat is de Traveler Notebook. De Nomad Edition. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik ga nu alles uittesten in deze boekjes. En dat zie je in de volgende video. Dus dat komt ook helemaal goed. Ga kijken hoe goed deze pagina's tegen watercolor kunnen. En ecoline en et cetera. Dus dat zie je nog terug van mij. Maar dit is in ieder geval een flip-through of een kijkje in de Traveler Notebook van Prima Marketing. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot een volgende keer. Vind je dit een leuk filmpje? Geef me een thumbs up. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En bedankt voor het kijken. Tot ziens!